Dag mensen allemaal. Vandaag deel 2 van Mechelse muziek in tijden van corona. Verleki hadden we nog Anita, Maria Lekes met een echte naam. Na hebben we het over een zanger die geboren is in 1932 onder de naam Willy Verneers. Willy Verneers die krijgt later zijn artiestennaam als Willy Williams. En die mens is nu dus 88 jaar nog altijd alive en kicking. En die woont ergens aan de kanten van de Battelse Steenweg. We gaan niet vertellen juist waar, maar daar woont hem nog altijd samen met zijn vrouwke, die hem trouwens in heel zijn carrière hier had gesteund. Het heeft wel een beetje geduurd alvorens dat hem echt bekend geworden is, want hij is begonnen als drummer. Hij drumde geweldig geile, dat zullen ze toch scheire goed hebben, zo wat, maar hij kost het toch heel goed. En dan ging dat de cafés mee rond en dan speelde dat in Mechelse zalen en cafés met zo'n drum. En dan begon hem ook al een klein beetje te zingen. Het is maar eerst eigenlijk in de begin jaren 60 dat hem is doorgebroken. Omdat toen de baas van Ronex, een muziekmaatschappij zal ik maar zeggen, die plotjes uitdeelde, verkocht ze. En Tini hadden die ook nog, Tini Records, en Ronex had hem toen ontdekt. Maar ik kan je eens even een plotje laten horen, dat hem zelf hij opgenomen. En dat is het over bananen en Chiquitita. Chiquita, en wat weet ik allemaal? Ik ga het wel zeggen. Misschien een reclame als iets. Anita chiquita banana, oh, in a pointless, Soesse. Ja, zo hoorde nog altijd op de achtergrond. Willy Williams is dat ook Mechelen. En je moet weten mensen, in 1963 bijvoorbeeld, als een Veronix zoom, alleen in dat jaar al werden er zo maar even 13 plotjes opgenomen. In 1 jaar kun je dat begrijpen. En dat waren dan vooral covers van bekende Amerikaanse lekers of Duitse lekers, maar ook wel een paar eigen nummers. Ik kan bijvoorbeeld eens een plaat laten zien. Een langspelplaat, uitgegeven door Monopol, My Way, gelezen, dat staat een beetje verkeerd, maar My Way. Dat is met het orkest van, even zien, hè? Met welk orkest, want hij heeft met verschillende orkesten gespeeld. Ik denk dat het met het orkest is van Verbi, is Harry Verbi, maar hij heeft ook gespeeld met het orkest van Francis Bey bijvoorbeeld en met andere orkesten. Hè? Goed. My Way, dat staat bijvoorbeeld op, ja, My Way op zich en nog andere dingen. I left my heart in San Francisco en maintenant I could have danced all night en hele bataklank. Alles vinden daarop op die plaat. Als je nog een beetje goed zoekt, dan kun je die misschien nog vinden, maar dan niet 169 francs. Hè? Goed, 63, zijn eerste plotje dat hem opnam, ik moet even tussen de loop gaan zoeken, want ik heb ze mij niet goed gesorteerd. Hè? Dat was Alleen. Alleen, zei het. Ook nog, denk ik, in de verse van John Larry. Maar hij was nou juist iets getuigd, mensen, om nog te beginnen, om te zingen, om bij de jeugd nog hier wel succes te hebben. Want Wil Teura was aan het opkomen, John Larry was aan het opkomen. Dus hij had wel wat succes, maar dan vooral later ook nog in popcornmiddels. Want hij had dat High in the Misty Sky opgenomen, ik denk dat 67 was. En dat leek High in the Misty Sky, als je dat vandaag moet kopen op de plaat, op de portemonnee maar boven, want dat kost veel geld, dat wordt nog altijd gespeeld in popcornmiddels, overal in heel de wereld. Hij heeft hem dan nog andere dingen gedaan, ja, tussen 63 en 67, dat waren zijn hoogtejaren, hij had hem meer dan 20 singles opgenomen. Ja, in die tijd was dat toch wel wat. En vooral dus nog altijd Baronix en Tini. Ik ga er al nog een paar laten zien. Je hebt dat juist al gehoord, die Anita Chiquita Banana. Je leegt in een verse, je kent dat misschien nog in een verse van Wil Teura. Dan had hij nog Waar ben jij? Waar ben jij?
Thuis, mijn liefste, staat op de bijkant. In deze tijd is het altijd toos bekend, hè, als ze vragen waar ze dan gaan. En hij doet, dat zijn dan vertalingen, maar hij ook dingen zelf geschreven. Daar komen ze beter op. Hier met Brazil, ook een land dat op het ogenblik niet moet eindigen. Brazil, Willy Williams en Harry Verbi. Dat is dus de orkestlader eigenlijk. Hè. Eerste, dat is de leek het hem zelf geschreven. Hè. Muziek en tekst, Marille Wiske. Hè. En Oh Lola, daarachter, allemaal goed muziek. Hou me dicht bij jou. Eén nog zoiets. Op Philips ook opgenomen. Het was niet alleen maar Rolex. Hè. Gaat Monopol, gaat Philips. Gaat er nog andere ook. Hè. Hier het leken Ocarina. Helemaal zelf geschreven. Hè. Muziek en tekst. Want Carina, dat is zijn dochter. Zijn dochter Carina. Misschien dat er mensen zijn die Mechelen dat tekenen. Want die geeft les in de Spreeuwen. Dat ze maar zeuken. Hè. Waarom zei ik niet? Een nummer dat hem zelf heel gaar noemt. Want dat gaat over zijn eigen verleden. Zat hem altijd. En dan, ja, dat waren ze zo wel. Eén haakje naar één ochtend. I left my heart in San Francisco. Nee, je kunt niet beter, als dat goed uit kunt laten in San Francisco natuurlijk. En dat is opgenomen voor de Monopol. Quando, quando, staat op de bijkant. En dan nog een laatste. Daar is zelfs geen noezeke van. Want dat zal, hoe dat komt, dat weet ik niet. Dat is een nummerke en dat heet Te quiero mucho. En aan de andere kant staat er Tu fais. Chérie, tu fais mon bonheur. Gezien, hè? En hij is zelfs in Frans lekens opgenomen. Maar misschien kunnen we nog één reken laten spelen, zodanig dat je kunt. Dat kan wel vertellen. Even wachten, zo zeiden ik hoe dat mijn platenrooien werkt, want die staat rechtop. Voilà, die gaat eraf en we zetten er een ander op. Zal opgebakken gaan, zullen we? Hoe zien ze dat dat marcheert, hè? Opzetten en spelen. Ik zal het een beetje netter zetten, hè? Droom je van de lente, ons zonneschijn en bloemen, van een aardig nestje, vol gezelligheid. Droom je ook in de meid, al gelukkig van liefde te zijn. Kleine blauwe zwaluw. Amai, dat was op zakelijke leken van Armand Prudhomme. Nee, niet van Michel Prudhomme, die staat in de gal. Armand Prudhomme, dat was die componist. Willy Williams, dus hè, met Kleine Blauwe Zwaluw, is dat trouwens ook nog op. Jongen komt naar Oostel. Ah ja, in Duitsstaden kun je niet anders lopen als jongen komt naar Oostel. Je kent dat misschien nog als jongen komt bald weder. En dit is dan wij op de Funkeler. Willy Williams, hij gezongen tot midden jaren 70 zelfs en nog opgetreden. En ik moet zeggen, allee, opgetreden tot de jaren 70 had de platennoot gebracht. Hij had nog opgetreden tot midden jaren 90. Ja. En als je hem vandaag vraagt van een leken te zingen, hij kan het nog altijd. Hè. En hij had een geweldige goede stem. Maar ja, 88 jaar, en zeker in deze tijd, dat komt niet zo heel vuil in die boten natuurlijk. Hè. Ik plaats dat ik alles gezegd heb. Ik kan nog eens even zien dat ik niks vergeten ben. Want als ze me moest storen, dan zou het niet plezant vinden. Hè. Ah, dat moest ik nog zeggen. Hij heeft ook nog gezongen met het orkest van Nico Gomez. Zij dat alle dat deed? Nico Gomez? Wel, dat was de vader van Raymond van Groenewoud. En hij had eigenlijk zeggen, in Duitsland, in Italië, hij had vooral succes gehad. Maar als ik het zo had allemaal gezegd heb, en als het niet volledig is, dan moet de Willy maar zelf maar contacteren en zeggen, dat ze er nog vergeten. Maar dat was nou eens Mechelse Muziekse in coronatijden, deel 2. We komen nog wel eens terug, zullen. Dag.